Vandaag is het tijd voor de nieuwe filmpremière. We staan er in Haarlem, waar de nieuwe Nederlandse blockbuster zich afspeelt, Kenau. De Spanjaarden hier al binnen een paar weken voor de poorten kunnen liggen. Wij moeten ons verzetten tegen die paapse decadentie en corruptie. En het geloof moet weer van ons worden, van de gewone mensen. Jij bent katholiek en dat blijf je tot de Spanjaarden het land uit zijn. Als papa nog geleefd had... De overtuiging van u en van uw zoon is levensgevaarlijk. Of iemand anders ook nog iets denkt of iets vindt, dat interesseert je niet. Het gaat alleen maar om jou. De film Kenau gaat over de gelijknamige vrouw die tijdens het beleg van Haarlem tijdens de 80-jarige oorlog in 1572, alweer honderden jaren geleden, streed tegen de Spanjaarden. Die probeerde tijdens de oorlog deze stad in te nemen omdat hij op het pad naar Alkmaar lag, wat een beetje de hoofdbasis was van de Nederlanden op dat moment. Ja, in de film maken we deze strijd mee en zien we hoe de Haarlemmers en Kenau in het specifiek natuurlijk zich verzetten tegen de Spanjaarden. We weten natuurlijk al dat het helaas niet gaat lukken, maar het is wel gevuld met epische momenten die we allemaal in de film gaan zien. Heel bekend Nederland is hier verzameld voor de première en omdat het natuurlijk een historische film is, vragen wij ons wel af hoe het een beetje met de kennis over de geschiedenis zit van ons vaderland onder bekend Nederland. En dat gaan we aanvragen. Oké, nou is natuurlijk een film over de Nederlandse geschiedenis. Hoe goed waren jullie vroeger op school in geschiedenis? Ik was daar vrij goed in. Daar durf ik met de hand op mijn hart. Ik wist alle data nog. Jij wist niet dat Kenau een vrouwenleger had aangevoerd? Ik wist dat Kenau een heldin uit Haarlem was. Ja? Ja. Dat wist ik wel. Ik vond het wel altijd heel erg leuk. Dus ik hield er wel van om de verhalen te lezen. Ik vond vooral de verhalen heel erg tof. Ik weet niet of ik er... Ik was er niet uitzonderlijk goed in. Maar ik was, ik denk een 7 ongeveer. Ik had een hele leuke geschiedenislerares. En zij kwam uit Limburg. En ze kon het met heel veel show dingen vertellen. Dan bleef het super goed hangen. En ik had ook een man die altijd zo zat. En heel veel straf gaf aan mij als ik dingen niet had gedaan. Dus daar bleef het iets minder hangen. Ik hoop niet dat mijn leraar geschiedenis kijkt, maar ik was daar eigenlijk wel heel erg goed in. Nou, toch wel ruim voldoende, denk ik. Ja, maar ik weet niet of ik dat nog heb onthouden. Dat is weer een ander verhaal. Dan gaan we het gewoon proberen. Kun jij mij vertellen wie Willem van Oranje heeft vermoord? Ja, dat is de wit, toch? Dat was Gerard Balthasar. Ja. Balthasar Gerard. Helemaal goed. En een hele makkelijke. Kan hem wel, hè? Ja. Een hele makkelijke. Tegen welke koning uit Spanje vochten wij in de 80-jarige oorlog? Philips de Tweede. Hertog van Alva. Dat was zijn koning? Maar we tegen Philip. Philippe. Het beleg van Haarlem. Wanneer vond die plaats? 1572. Ja, 1573. 7 maanden lang. Begon in december, 3 december. Zijn we geslaagd? 1576. 1572. 1572. Ik denk dat dat in 1572 was. 1573. We hebben bekend Nederland een beetje kunnen peilen op hun historische kennis en mij viel het heel erg mee. Heel veel mensen wisten gewoon de vragen goed te beantwoorden. Ook al waren ze natuurlijk soms een beetje flauw en sommigen die hadden het zelfs helemaal goed. Ja, we zien ook de Nederlandse film wel zich ontwikkelen dan meer epische stukken. Bijvoorbeeld Nova Sembla hebben we eerder gehad, het bombardement natuurlijk. En nu dus met Kenau ook over de 80-jarige oorlog. De film zelf die draait vanaf 6 maart in de bioscoop. Onze ziel krijgen ze nooit kapot.